Yo, kijkers van IMT. Welkom weer terug bij Rocket League Sunday. Ik ben hier samen met Mark. Hallo. Want hij had heel toevallig even een gaatje vrij. En hij wil graag een potje Rocket League spelen. Ik moest nog opnemen, dus... Wat wil je nog meer? Niks. En zo te zien is mijn verbinding... Super duper goed. Niet omega goed, maar super duper. Nee, mijn ping is nog erger dan die van jou. Hoe? Zou ik echt... Hoor ik nou serieus onweer? Ready. Ik hoor een keer de beat op de achtergrond, maar ik hoor ook onweer, volgens mij. Wat? Dit is, ik vind onweer wel mooi, vooral als het 's nachts is. Ja, dat zeker. Dat klopt. Daar ben ik er mee eens. Dus, en ik woon, ik zit een beetje hoog. Of zo zeg ik, woon een beetje op een bult. Dus ik heb een heel mooi wijd uitzicht over de gehele omgeving, 360 graden om me heen. Dat is vaak waar. Dus dat is op zich echt heel erg chill. Oh nee. Wat? Ik kan er zitten bij onder te spammen. Gezellig. Als ik dat bij jou doet, goh. Dat is hier nog die jaren. Oh, valt best wel mee. Ja, dus ik kan best wel tegen een grapje hoor, Mark. Nee, dit is de opname. Dat is niet de eerste keer dat sowieso gebeurt. Dat is al een keer eerder voorgekomen. Ja, dit. Dat was toen volgens mij... Was ik bezig met GTA 3. Op te nemen, maar zelfs ook in een heel random onder te spammen. Net tussen opnames door. En nu begint Peter ook nog. Godsamme. Die lul. Oh, we krijgen dat toch wel. Ik kan nu niet eens mijn boost zien. Dat was best mijn hele ding. Dan help even een handje. Wat? 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 Dat was really unexpected. Dat zeker. Oh, ik ook op een groot hoopje bij liggen. Wat ben jij aan het doen? Ook een spammen? Ja. Maar weet je, dus, als jij aan spammen gaat, ga ik ook aan spammen. Oh, Timo begint ook al. Oh, die idioot. Jezus. Ze hebben er zin in. Maar toen jij zo net weg was uit eten, zaten wij Timo de hele tijd om te spammen. Ja, Timo is iemand in onze vriendengroep. Die kennen jullie verder niet. Maar die zaten wij toen de hele tijd onder te spammen. En hij werd er ook helemaal gek van. Vooral ik begon ermee. Misschien dachten ze van, oh, Mark is er niet, laten we Mark even etteren. Best mijn hele... Ik was net ook aan de beurt. Toen ik Golf with Your Friends aan het spelen was. Toen was ik aan de beurt met alle spam. Ah zo, daar wel zin in joh. Ik heb de hele spamreeks ook al een keer gehad. Nou kom, laten we Mark ook gewoon onderspammen. Daar heb ik ook een handje mee. Echt, de laatste verdomde 2 minuten heb ik gewoon niks meer van mijn fucking boost kunnen zien. Heerlijk hè? Het enige wat ik hoor, Dat is gewoon een heerlijk geluidje. Oké, nu komt Peter. Je hoort hem ook wel echt spammen, jongen. Weet je, trek, ik heb ook een mechanisch toetsenbord, hè, dus... Ja, ik ook. Maar bij mij is dat klikgeluid er zo goed als uitgetikt na 11 jaar. Ja, en ik heb nog een jaartje. Nog niet eens. Was dat niet het eerste wat je gekocht had voor jouw salaris? Nee. Volgens mij wel. Nee. Ik kan me nog wel herinneren dat je dat zei. Ah, oh, zou best wel kunnen. Nou, rot op. Wat? Ja, ik ben al rot van binnen. Dat
weet je misschien wel. Ach, Timo wil ook nog aandacht. Timo wil ook hebben dat ik hem ga ontspannen. Peter en Ricardo hebben het al gehad. Oh. Krijgen we er nog wel van langs. Dan maak ik een hele hel helemaal... De hel van de hel, hoor. Mijn. Oh, en daar begint Peter weer. God damn it. Oh, als ik die boost had gehad. Oh, zo, ik moet even beginnen te spammen. Gaat wel lekker bij jou met spammen, hè? Oh. Dus ja, als anderen kunnen spammen, doe ik wel lekker leuk mee. Nou, ik weet dan waarschijnlijk wat de titel gaat worden. Mark gets spammed. Ja, sweet. Het is wel heel toepasselijk met je oude YouTube kanaal. Ja. Ik ben ook altijd even een keer wilt mee of ga verder maken doen. Ding, val. Iets. Goed genederlandiaans. Ja, echt hè. Afnokken. Ik heb even boost nodig. Zo makkelijk voor sommige dingen. Calculated. Nope. Oeh. Zo. Dat was voor mij die vist. Oh, voor zelfs die vist niet meer geweest was, had hij zo wat erin kunnen zitten. Nou. Maar ja. Wow. Deze enemies spelen op zich wel redelijk fijn. Het zijn niet van die kinderachtige enemies. Oh, en mijn grappling hook was gefakt. Alleen de teammates zuigen een beetje. Dan weet je dus als iedereen toch maar klopt te spammen. Ik doe wel even weer met Peter, omdat Peter ook een radar nodig heeft. Oh, we zitten elkaar op het spammen ook goed. Mark, we beginnen weer. Ja, ja. Oké, okay, laten we eens even zien wat het gaat worden. Wordt het nog 5-5? Nee. Nee, dat was 6-3. Achterstand. Peter krijgt er helemaal van langs. En Ido negeer ik nu gewoon even. Ja, ik kan het ook wel even zuur maken voor Ido. Ach, ga je gang. Doe maar. En dan stuurt Peter gewoon één puntje even nog terug naar mij. Kun je dus ook naar mij toe spammen. Ik ben deze lange bezig met editen, omdat er dus uit te knippen. Nou. Niet zo'n klein beetje langer ook niet. Maar wij gaan weer terug spammen. Hé hey jongens, gaat gebeuren. Wat dan? Yo. Hé Mark. Echt waar. Nee, hij gaat. Echt waar. Hoe erg jullie ook kunnen zijn. Jezus, Mida. En vooral die Ricardo, die begon ermee. Dus die Ricardo krijgt er nu wel helemaal van langs. Ja, Peter, kom weer naar binnen. Hier op zich hallo. Critical. Silent alert. Met grimlach op zijn bakkes. Gast. De hele tijd toen jullie zaten te spammen, vanaf de 4 minuten tot de 0 seconden van de game, kon ik gewoon verdomd niks zien van mijn host. Ik ben niet de aanstichter geweest, we hadden wel lang in de planning, alleen die twee durfden het niet op tijd te doen. Ja, ja we moesten nog rijden! Ja! Onze Timmer had en toevallig een had ik even 3 credits gekocht. Ja! Mark, hier. Wordt Mark nog een keer ondergespamd dan? Bij mij. Mark. Kijk Discord even.
Naar de foto die ik nu stuur. Dat is allemaal één keiharde prank. Tevens hoor. Krijg toch 3 dubbele eetvlekken aan je anus. Ik zeg dan tegen Ricardo wel dat hij de aanstichter is, maar volgens mij hebben we gewoon de duivels binnen hier tussen zitten. Ik wil nog even nu een A4'tje van excuses. Nee. Ik wil een 6. En beide kanten gevuld. Ik wil een 10. Ja, aan beide kanten gevuld. Geef mij maar de hele Bijbel. Hoeveel pagina's is de hele Bijbel? Ja, laten we gewoon zoeken. Hoeveel pagina's is de Bijbel? Ook die Bijbel mijn fout ook nog. 1600 pagina's. Ik kom hier nog één tegen met 2399 pagina's. Maar in ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!